Hallo, daar ben ik weer. In deze video laat ik zien hoe je een wheat border moet graveren. Ik ben Els Lokker en ik ben handgraveur. In deze video's vertel ik over het ambacht en hoe het in mijn atelier eraan toe gaat. Voor deze rand trek je eerst twee evenwijdige lijnen en graveer deze. Na het maken van een regelmatige verdeling, teken je een licht gebogen lijn vanuit de zijlijn naar het midden. Nu ga je deze basislijnen graveren. Begin vanuit de zijlijn en glans een beetje naar binnen toe. De volgende stap is het graveren van een korte, driehoekige snede. Zorg dat de basislijnen diep genoeg zijn, zodat deze korte snedes niet rommelig worden. Tot slot kun je de schaduwlijnen gaan graveren. Graveer eerst de middelste schaduwlijn, dan één kant en dan de andere kant. Deze sierrand ziet er bedriegelijk eenvoudig uit, maar hij is best wel lastig om strak en mooi te graveren. Je kunt verschillende breedtes proberen, maar smalle randen tonen met dit ontwerp het mooist. Nou, dat was het weer voor nu. Tot de volgende video en bedankt voor het kijken. Dag!